Yo, Nintendo fans! Daar zijn we weer! Nee, jij niet. Maar ik wel. Welkom bij een nieuwe Mario Galaxy video waarin we naar de Beach Ball Galaxy gaan. In de vorige aflevering hebben we Bowser even een pakje slaag gegeven. Dus doe nog even een blauw duimpje omhoog voor het pakje slaag van Bowser. En vergeet sowieso niet even op dat abonneerknopje te drukken als je van Nintendo video's houdt. En dan gaan wij de gezonken schat even opduiken, denk ik. Want ja, hier is inderdaad een hele hoop water. En daar inderdaad, we moeten nu gewoon lekker gaan zwemmen. Nou, lekker Mario. Ga jij lekker een partijtje zwemmen, jongen? Ja, dit strandje is echt een pinguïnparadijs, zegt hij. Ja, dit ziet er inderdaad wel echt knijtergezellig uit. Dus ik moet nu lekker hier naar beneden, denk ik. Moet B drukken. Dan gaan we lekker zo zwemmen. Krijgen we ook lucht als we dan deze pakken? Betekent dit dat we gelijk lucht... Ja, kijk, nice. We krijgen hier gelijk lucht. Kan ik ook omhoog zwemmen? Of kan ik alleen maar naar beneden zwemmen? Oh ja, kijk, ja. Als we gewoon zo richten, dan gaan we naar boven. Oké. Nou, dan gaan we lekker even... Lekker chillen hier onder water. Kennen jullie dit liedje van de kleine zeemermin? Het zeewier is altijd groener. In andermans, anders... weet ik niet. Maar als je daarvan gaat dromen, bega je een grote fout. Doe een blauw duimpje omhoog als je vindt dat ik niet vaker moet gaan zingen. En dan gaan wij eens even op zoek naar die volgende stukjes die we moeten pakken. Zoals deze, nummertje 3. Hoppakee. Zijn er nog 2 te gaan? Ik probeer ook even de star bits te pakken en dat lukt. Wacht even. Wie zijn dit? Ik vertrouw deze lui niet. Volgens mij moeten we sowieso niet naar hun toe. Waar moeten we dan wel naartoe, joh? Is er misschien nog een ander deel water of zo op deze map? Ik ga in ieder geval even ademhalen. Ik zie hier wel een kist. Maar die kist die kan ik niet zomaar openmaken volgens mij. Nee, helaas. Kijk, misschien is hier ook nog wel eens een stukje. Of misschien moeten we wel in deze pijp. Let's go, we gaan even kijken. Ik moet er dus nog 2 hebben. Nee, hier zit sowieso geen... hier zit niet zo'n starbit, jongens. Die gaan we hier niet vinden. Maar we kunnen wel kijken of we hier naar boven kunnen. Oh, pak hem. Hoppakee, lekker. En dan een verder jump. Zo, hoppakee. Oh, nice. Nice. Dit is fijn. We hebben gelijk een uppie erbij. Een leventje. Dit is niet waar we die stukjes gaan vinden. Dan moeten we toch echt toch hier naar beneden ergens. Maar waar dan? Ik moet er ook niet 1. Nee, ik moet er nog 2. Heb jij misschien wat te vertellen? De studenten zijn afgeleid door de sparkles, zegt hij. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar waar dan? Wacht even, is hier misschien een breekbare muur of zo? Deze muur ziet eruit alsof we die kunnen breken. Laten we eens even kijken als er wat gebeurt als we op I drukken en we gaan tegen deze muur aan. Nee, helaas. We zijn niet sterk genoeg. Ah, misschien hier in die kist. Zou er in de kist eentje zitten? Ja, kijk, eentje zit inderdaad in de kist. Hoppakee, nu moeten we er nog 1. Die zal dan vast ook wel ergens in zitten of zo. Ik denk niet dat we hem zo met het blote oog kunnen zien. Ja, toch wel! Hij is hier inderdaad voor het oog van deze mega vis. Oké, we kunnen nu hierin. Hoppakee. Hopelijk worden we dan gelijk naar het goede punt geschoten. We worden naar Piet geschoten. Piet! Je bent kapot. Lekker voor je. Oh, kijk. Hier is weer een muziekje. Dit is het klassieke onderwatermelodietje wat je hier hoort. Super nice. En dan moeten we even een uppie hier van de muur halen. Ik denk dat we eerst even hierop gaan drukken. Oh, oké. Tempo. Go. Muntje. Oh, wauw. Is de klok al bijna voorbij? Nee, we redden dit wel, toch? We redden dit net. Nice. En hier is het volgende stukje. Even walljumpen. Op. En... Oh ja, ga maar. Ja, ga maar naar boven. Boom. Bam. En de volgende ster. De eerste ster in deze video is ook weer... Ik wou zeggen in de pocket. Laat ik gewoon zeggen in mijn borstzakje. We hebben weer een nieuwe galaxy geopend, hoor. Ja, hoor. Gaat echt... Te snel. Maar die nieuwe galaxy, die is niet hier. Laten we gewoon even hier op Beach Ball Galaxy blijven, jongens. We gaan deze even uitspelen in deze video. In het derde level zit meestal een eindbaas. Dus ik ben benieuwd wat voor eindbaas hier dan zit. Eerste, tweede level. En dit is een zwemtest. Oh ja, we moeten weer naar deze grote penguin guy. Coach heet hij, toch? What up, coach? I am back. We moeten onderwater shells gaan collecten. We moeten de gouden shell pakken. En dan zijn we klaar. Oké, moet ik me melden bij jullie? Ze geven wel tips. We moeten ZL indrukken om langzamer te zwemmen. We moeten dus iemand zijn shell gaan stelen. Oh, daar. Jij hebt de shell.
Jij hebt hem. Pak hem. Pak hem. Ja, we hebben hem al. We hebben hem al. Zo snel. Oh, even hier naar boven. Kijk. Vriend, coach, hier is hij al. Letterlijk 3 seconden. Dit was het makkelijkste level tot nu toe. Dankjewel, coach. Ze kwamen echt precies voor mijn neus zwemmen. Echt top. Ideaal. Ja hoor. En hij is ook weer binnen. Nou, dan kunnen we snel door naar de eindbaas in dit level. Oeh, nu kunnen we deze nieuwe galaxy openen. Maar ik wil natuurlijk de eindbaas gaan verslaan hier op Beach Ball Galaxy. En we moeten naar een geheime ondergrondse grot. Oh, maar dit ziet er helemaal niet ondergronds uit. Hè? Ah. Ik zei toch dat er wat was met die steen daar? Nou, duik maar in het water, Mario. Oh, mag ik van je... Ik wil zo'n ding. Kijk, want hier zijn allemaal kisten namelijk. Kijk, als het goed is... Kunnen wij met deze schildjes die kisten kapot maken? Als ik de juiste knop kan vinden. Ja, kijk. En dan hebben we weer een uppie te pakken. Nice. Waarschijnlijk moeten we hier tegen de muur dus ook zo'n schild gaan gooien. Hoppakee. Zie je wel. En dan kunnen we erdoor. Ik moet ook even wat lucht hebben trouwens. En weer terug naar beneden. Er staat daar nog een kist namelijk. Die kist die wil ik natuurlijk ook even openmaken. Hoppakee. Oh, ik weet niet wat daarin zat. Dat ging allemaal veel te snel. Nou, weet je wat? We gaan gewoon hier naartoe. Naar de geheime ondergrondse grot. Hallo. Waar zullen we uitkomen, jongens? Wat is dit voor plek? Oeh. Ik zie chandeliers. En ik zie... Ik zie vleermuizen. Meer fluizen, jongens. Oké, minder fluizen. Ze zijn weer weg. Even alles kapot maken hier voor de starbits. Oh, en er zit een goombaatje in. Waarschijnlijk moeten we deze kist kapot maken. En dan kunnen we hier onderdoor, toch? Juist. En waar komen we nu dan uit? Waar gaan we naartoe? Wow. Wat is dit nou weer, joh? Wat is dit voor plek? Ik kan even hier naartoe springen voor een uppie. Nice. Dan kunnen we op dit platformpje springen. Oh, dan moeten we wel even snel doorspringen. Oh, oké. Okay. Hebben we een probleem? Of hebben we nog geen probleem? Nee, we kunnen wel door. We kunnen hier naartoe. Zou ik dit kunnen halen? Ik denk dat ik dit wel... Ik denk dat ik dit niet haal. No! Oké, okay, we moeten iets meer geduld hebben, jongens, blijkbaar. We moeten gewoon hier op. En dan kunnen we straks op die blokken daar springen. Oké, okay, let's go, Mario. Oh, nee. Kan ik niet gewoon daar naartoe springen dan? Kijk. Oh, hè? Nee. Dit vond ik niet eerlijk. Sinds wanneer kan dat opeens niet? Ik moet toch gewoon hier naartoe springen? Hè? Ik snap dit level niet. En al mijn levens gaan eraan. Moet ik hier naartoe? Misschien is dat het wel. Misschien ga ik gewoon compleet de verkeerde kant op. Misschien moet ik gewoon even hier naartoe. Nee, maar dit komt op hetzelfde. Nu sta ik weer op hetzelfde plekje. Auw. Laat ik in ieder geval maar even dit uppie pakken. Zo. Anders zijn we straks door alle levens heen. En dan gaan we weer terugspringen. Juist. Nou, wat is dit? Zijn er meer mensen die zo vaak gefaald hebben in dit level? Ik denk dat ik die jump misschien toch niet moet maken. Misschien wil de game gewoon dat we doorlopen. We gaan wel weer dit leven pakken, want ik wil niet al mijn leven straks kwijt zijn. Okay, deze gaat nog één keer zo. Maar misschien willen ze dat ik achter hem aanga of zo. En misschien is daar dan iets, een plek waar ik naartoe moet. Volgens mij kan ik hier staan en dan raakt hij mij niet. Want kijk, hier is die hol. Juist, hier plet hij mij niet. Oh, maar moest hij die jump gewoon helemaal niet maken, joh. Nu ben ik alleen wel benieuwd of dit... kan. Nou, zolang we gewoon dit uppie pakken, maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Dus we moeten hier op blijven. Kunnen we op zich doorspringen, denk ik. Misschien is lopen wel iets handiger. Ja, oh, ja, zo werkt dit. Aha. Had het dan gelijk tegen mij gezegd, game, dat het zo werkte. Als ik nu hier op blijf staan, dan kan ik wel deze up even pakken. Dan hebben we in ieder geval weer 1 leven winst. Ja. Oké, nee. Dit gaat helemaal niet goed. Dit gaat niet goed. Alhoewel, dit kan gewoon, want we moeten gewoon hier naar de overkant. Dus ik denk dat we gewoon hier naartoe moeten. Ja, en nu? Niet terug. Ik denk dat we hier naar boven moeten. Ja, laten we dat doen. We gaan hier naar boven. De camera draait weer. We gaan deze blokken kapot. Nee, die blokken gaan niet kapot. Oké, we kunnen weer zien waar we kunnen staan. Ik denk niet dat die doorgaat, toch? Nee, hij gaat niet verder rollen, gelukkig. Dus we kunnen hier op dit blok even wachten. We gaan gewoon hieronder. Zo, ja, nice. En door. Krijgen we nou ook nog een baas in dit level, jongens, of wat? Dus even kijken waar we dan nu naartoe moeten. Ja, dit blok waar hij nu staat, daar kunnen wij dan staan. Dus dat is hier. Juist. En door. Hier komen de blokken niet op. Volgens mij kan ik hier gaan staan straks. Ik wacht gewoon hier nu even heel rustig. Tot het inderdaad confirmed is dat ik hier kan blijven. Ja, hier kunnen we blijven. Top. We gaan gewoon even voor de makkelijke optie.
Als hier een speedrun op komt op dit level, dan hebben we een probleem, denk ik. Hebben we hier weer zo'n blok die naar beneden bounce? Dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Kijk, hoppakee, dan kunnen we gewoon door deze kapot. Ja, oké, hier is een ster. Er is geen baas. Dit was gewoon even een moeilijker level. Nou ja, hij was niet heel moeilijk. Maar ik zag gewoon even in het begin niet hoe ik dit moest doen. Maar we hebben hem, jongens. We hebben de ster. Yay! En dat is alweer nummertje 20. En hiermee kunnen we weer een nieuwe galaxy openen. En welke galaxy zit hier dan, hè? Dit is namelijk een hele nieuwe galaxy. Wat is dit dan? Oh, de Ghostly Galaxy. Daar heb ik nu echt al heel veel zin in. Dat vind ik altijd leuk. Die gaan we in de volgende aflevering spelen, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Het is geen blauw duimpje trouwens, Rick. Duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickAtune. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!